Het Horngcomplex moet ten dele blijven bestaan of er moet elders in de stad ruimte zijn voor soortgelijke activiteiten. Dat zijn de meest gehoorde geluiden tijdens een stadsgesprek dat D66 Nijmegen donderdagavond in Brebbel organiseerde. De enige partijen die voordeel zien in het verdwijnen van het complex zijn gebiedsontwikkelaar BPD en de ondernemers in de binnenstad. Organisatoren Pieter van Meegen en Christy Lamers van D66 Nijmegen zijn tevreden. Er moet snel duidelijkheid komen, niet pas als de bulldozers er al staan. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.